Dit is na de start toch wel een vrij cruciale zone. Een eerste echt technische passage hier op de heuvel, zowel al fietsend en als lopend te nemen. En hier verwacht ik toch wel dat er al heel snel wat schifting zal gebeuren in de voorste gelederen. Dan gaan we eigenlijk de passage na de eerste materiaalpost, een zandbak, die nu toch nog vrij makkelijk al rijden te nemen is. Het zal niet voor iedereen zo zijn. Toch wel een van de zoveel technische passages hier in Lokeren. Hier staan we aan de passage waar de renners via het ponton de Durm oversteken. En dan eigenlijk een klein lusje maken via voorbij de VIP-tent. Een vrij drassige zone wel, vrij lastig. Misschien een kleine looppassage zelfs. En dan keren ze eigenlijk via opnieuw het ponton terug om het bos in te duiken en de rest van het parcours verder aan te vatten. Dus hier achter ons hebben we de Mont Henri, die eigenlijk in het eerste deel van het parcours al een keer betwist wordt. En dan een tweede keer eigenlijk via deze brug gaan we nogmaals de beklimming aanvatten. Een beklimming die eigenlijk op dit ogenblik nog vrij droog is, dus nog vrij makkelijk. Maar bij regenval wordt dit toch wel echt een cruciale zone. Wordt zeer glibberig, wel of op de fiets. Dit zal hier toch wel de kampioenenstrijd beslissen. Hier staan we dus in de laatste rechte lijn. De finish ligt hier vlak achter me. Heel kort, dus ik denk dat mocht het al op een sprint uitdraaien, dan wordt de sprint eigenlijk al gereden in de laatste honderden meters van het veld. Hier ligt de afsluiter van een toch wel heel mooi cyclocross rondje.